Jelisalem Makrant, ja, we waren in het weekend in Nigeria en we hebben 63 kernen geïnstalleerd. Wees één toch? Wees een halve. Maar wij wezen alles. Dus wanneer er mensen zijn die het zijn vergeten en misschien toevallig de televisie niet hebben gezien, zoals meneer Marcidi, ja, die zich altijd bezighoudt met kleine jongetjes, laat hij een keertje dat met rust laten en naar de beelden kijken. En ik vraag u bij deze dat u het weer afdraait, de beelden van meneer Sodi Kromo thuis. En laat men zien dat het daadwerkelijk was en geen science fiction. En wanneer mevrouw Liakui en meneer Marcidi het niet geloven, worden ze bij deze uitgenodigd. Zaterdag aanstaande 1 februari, Binnenweg Paradijs, Ramdat Tewariweg bij Huizen, Lokkel, Tokario. En kom kijken of er niet 200 of 300 PL's weer overgaan. En als ze dat niet geloven, worden ze op 24 februari aanstaande, uitgenodigd te Zeedijk. Daar heb ik 500 van ze die overkomen. En als ze niet willen geloven, het is. En niet dat de NDP erom vraagt en wij erom vragen, men sluit gewoon aan. Want u weet, het leed dat is aangericht aan de Javaanse broeders en zusters hier. Ja, behalve de beledigingen die zij van meneer Somoharjo en consorten, Marcidi en zo hebben mogen ontvangen. Misleidingen, dubbele gronduitgifte, valse gronduitgifte, betalen voor gronden en allerlei soort malaise. Wat is het rendement